Welkom bij Nederland van Boven Junior. Zo gek. Elke dag sta je op en ga je ontbijten en ga je naar school en ga je naar huis en ga je weer slapen. Allemaal dingen die ontzettend veel tijd kosten, maar waar je eigenlijk nooit over nadenkt. Daar gaan we deze week over hebben. Nederland van boven in 24 uur. Het is donderdagochtend en het is nog vroeg. 5 uur 's ochtends. Pas over een uur gaat de zon op. Hier zie je hoe Nederland wakker wordt. Waar het geel is, daar bellen mensen. Bijna iedereen slaapt nog. Maar kijk wat er nu gebeurt. Mensen worden wakker en pakken hun telefoon om te bellen. Of misschien om hun Facebook-status te updaten. Er hangt nog mist boven het land. Het lijkt wel een lekkere deken waar je onder kan liggen. Maar dan komt de zon door en verdwijnt langzaam de mist. Ergens kraait vast een haan. In duizenden huizen in Nederland springen kinderen op het bed van hun ouders. En die ouders denken, moet dat nou zo vroeg? Ook Per wordt wakker. Een jongen uit Hoofddorp. De douche, die slaat hij vandaag over. Maak je geen zorgen hoor, dat heeft hij gisteravond al gedaan. Dan gaat Per ontbijten. Mam, heb je brood in beleg? Zeg je? Heb je brood in beleg? Nou, ontbijten. Eigenlijk gamen met drinkyoghurt en een bolletje erbij. 1 op de 3 kinderen ontbijt voor de televisie. En 1 op de 100 ontbijt nooit. 'S Ochtends verdwijnt er meteen 400 miljoen liter water in het putje van alle douches. Dat is net zoveel als deze tanks bij elkaar. Het draait verder alles vrij stabiel, hè? Ronald en Jan werken bij een waterzuiveringsinstallatie. Daar wordt al het vieze douchewater weer schoongemaakt. Zij zorgen ervoor dat niemand zonder water komt te zitten. Moet je je voorstellen, ben je net ingezeept met shampoo in je haar, is er ineens geen water meer. De mensen staan op, gaan naar het toilet, zetten koffie, thee. Maar ja, dat gaat geleidelijk. Een aantal mensen moet vroeg op, moet wat vroeg op zijn werk zijn, moet wat verder rijden. En op een gegeven moment zie je echt de piek in een bepaald gebied komen. En dat is dan zeg maar rond 7 uur tot 8, eventueel 9. Zie je die vraag ineens sterk toenemen. Aan het eind van de dag moeten al deze 16 tanks weer gevuld zijn. Wat een klus. Ronald en Jan zien precies hoe onze dag eruit ziet. Gelukkig is dat best voorspelbaar, anders zou het wel heel lastig zijn. Verbruik doet, hè? Ja. Ronald, en waarom gaat die grafiek er zo omhoog? Boer zoekt vrouw, de laatste aflevering. Dus we hebben allemaal waarschijnlijk gespannen onze plaats in zitten houden. En op het moment dat het afgelopen is, allemaal naar de wc. Ah. En allemaal tegelijk water gaan halen. En dan moeten we bij ons de pompjes wat extra werk verzetten. Hmm. Hetzelfde zien we ook nog wel eens bij je voetbalwedstrijden tijdens de rust. Dan zie je eigenlijk hetzelfde patroon ook dan. Ineens, in een heel kort tijdsbestek, een flinke watervraag. Dus dat zijn toch onze Nederlandse toiletten die dat verbruiken. Kijk eens. Ja, voor ons geeft dat een kick om dan naar die schermen te kijken en te zien wat er gebeurt. En als we dan weer heel mooi zien van dat het verbruik terugzakt, dan weten wij weer van oké, jongens, we hebben het weer overleefd. Er zijn geen lekkages ontstaan. 2 keer 5 bijna. Nou, 900. Even verbruik. Dat is een toppertje. Tussen 8 en 9 uur 's ochtends
lijkt Nederland wel één grote mierenhoop. 6 miljoen mensen zijn onderweg naar school, kantoor en fabriek. Ik woonde zelf tegenover mijn lagere school. Ik hoefde alleen maar over te steken. Maar ik had mazzel. De meeste kinderen doen er 20 minuten over om op school te komen. De helft gaat met de fiets, gemiddeld 3 kilometer. Een derde gaat te voet. Per loopt in 5 minuutjes naar school. Dus hij heeft meestal nog wel tijd om op het schoolplein te spelen. Je hoort mensen vaak klagen over files en treinen die niet op tijd komen. Maar eigenlijk is het juist een wonder dat alles zo goed geregeld is in Nederland. In andere landen loopt het elke ochtend hopeloos vast. Bij het best mee. Oké, er staan wat files elke ochtend. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er zijn nog 7 files over van de ochtendspits. 21 kilometer bij elkaar op de A1 Amersfoort Amsterdam. Er staat 2 kilometer. De ring Amsterdam-Noord richting Den Haag is afgesloten tussen knooppunt Koenplein en Westpoort. Dankzij Patrick horen wij die berichtjes. Elke dag kijkt hij vanuit de lucht waar de files staan. Vandaag valt het best mee, hè Patrick? Ja, het is vanochtend vrij goed weer, dus dat scheelt. En we hebben natuurlijk de A2, die zodanig is opgebreed dat, ja, daar staat geen file meer, zeg maar. Wat je ziet is op werkdagen, met name in de spitsen, dat weggebruikers zo goed autorijden, die kijken zeg maar niet één auto, maar wel 5 voertuigen vooruit en anticiperen daarop, dat we erin slagen om heel efficiënt te rijden, heel dicht op elkaar te rijden. Rijden mensen nou anders in het weekend? De grap is dus dat in het weekend rijden, ik althans, vind dat veel vermoeiender dan door de week. Want in het weekend moet je in feite veel beter opletten, omdat er weggebruikers bij zijn die onvoorspelbare dingen doen. Onze trein, nog zo'n wonder. Mensen klagen zo graag over de NS. Maar wist je dat na Japan nergens ter wereld het spoor zo druk is? Elke dag reizen er 1,2 miljoen Nederlanders met de trein. En dan ook nog eens 100.000 van deze treincontainers aan goederen. Al die treinen gaan over wel 7.342 wissels. Dat zie je hier goed, bij Utrecht Centraal. Geen wonder dat het dan af en toe verkeerd gaat. Nederland is een goed geoliede machine die de hele dag doorgaat. Iedereen zit nu op de fiets, in de auto of in de trein. Het is het enige moment op de dag dat we even helemaal met niemand hoeven te praten. En nog niet hoeven na te denken over werk of school. Dit is een moment dat je eens rustig na kan denken over je leven. Ja, tenzij je op je mobieltje zit te klooien natuurlijk. Nog zo'n wonder waar je nooit bij stilstaat. Alle lichten blijven bijna altijd gewoon branden. En niet alleen lampen. Zonder elektriciteit zou je niet kunnen pinnen of bellen of werken op je computer. En alles in de koelkast zou bederven. Samen met Duitsland heeft Nederland de minste stroomstoringen per jaar. Maar als er een storing is, komt die bij Ignas binnen. Hier in Haarlem zorgen ze dat iedereen de hele tijd stroom heeft. Waarom zijn er eigenlijk zoveel van die poortjes? Ja, dat is beveiliging. Okay. Er moet wel een barrière liggen dat we niet zo naar binnen kunnen hollen. Want iemand die hier aan de knoppen gaat zitten, dan kun je wel voorstellen dat tot rampzalige gevolgen kan leiden.
dit is waar je elke dag terechtkomt. Nou, hier worden de netten van ons gebied, hè, dat is Gelderland, Flevoland, Waddeneilanden, mm-hmm. Noord- en Zuid-Holland. En die worden hier beheerd. Hoe vaak is er een storing? Nou, als we in 2012 terugkijken, dan hebben we 700 storingen gehad. 700 in het jaar? 700 in een jaar, ja. En wat gebeurt hier dan? Hoor je een geluidje of zo? Ja, als de stroom afvalt ergens, doordat er een kabel buiten werking gaat, dan krijgen ze hier een signaal. Boom! En dan weten dat er wat gebeurt. Okay. En dan nemen de jongens actie om te kijken wat er speelt. Kan je het laten horen? Je hebt gewoon schakel weer. Ja, gewoon schakel. Elektriciteit is voorspelbaarder dan water. Deze paarse lijntjes voorspellen het stroomgebruik voor de komende week. En de blauwe lijntjes laten zien hoe het verbruik echt was die week. Dat is bijna hetzelfde. Ongelooflijk. Nergens aankomen, hè? Nergens aankomen? Nergens aankomen. Wat zou er gebeuren als ik ergens aankom? Dan krijg je 300 volt in je lichaam en daar word je niet beter van. Dan kan je aan doodgaan? Kan je niet overleven. Oké, maar het zal niet zo snel gebeuren. Als jij het aanraakt, dan gebeurt het. Ja? Ja. Dit staat echt allemaal... Dit staat onder spanning, ja. Oké. Okay. Ja. Maakt het dan nog uit wat voor schoenen je aan hebt, dat je beter geaard bent? Ja, goede schoenen, dikkere rubber. En dan je speciale jas aan, helm aan, speciale handschoenen aan. Want dat dikke rubber, waar is dat voor precies? Voor isolatie, dat je niet onder stroom kan komen te staan. Dat is extra bescherming. Als je stroom door je heen krijgt, dan komt die niet... Dan maak je geen contact met de grond. Hoe zit dat? Ja, inderdaad. Dan maak je geen contact met de grond. En hoe zit dat met mensen die last hebben van zo'n storing? Snappen die dat eigenlijk wel, dat het wel eens gebeurt? Niet altijd. Meestal niet. Nee? Er zijn altijd mensen die natuurlijk die het wel begrijpen. Maar heel veel mensen grijpen niet. En wat zeggen ze dan? Ze vragen altijd, had je niet even kunnen melden of de stroom eraf ging? Oké. Ja. Nou ja, sorry, dat wisten we ook niet van tevoren. Het is het begin van de middag. Sommigen eten een hapje buiten. Anderen zijn nog aan het werk. Hier bijvoorbeeld, bij Brinks. Dit bedrijf haalt geld op bij winkels en brengt het naar de banken. De hele dag geld in je handen. Wat een baan. Jammer genoeg mogen ze niks in hun zak steken. En hoeveel geld hebben jullie liggen eigenlijk? Heb je enig idee? Ja, heb ik wel een idee van, maar dat ga ik niet met jullie delen. Geen commentaar. Dat vervoeren van geld is natuurlijk best gevaarlijk. Iedereen wil wel dat geld hebben. Daarom rijden ze rond in deze stevige wagens. Die ruiten zijn zo sterk dat er geen kogel doorheen kan. En door het nummer op hun dak kan de politie vanuit de lucht zien welke geldauto er op de weg rijdt. En als er dan toch iets geks gebeurt, dan weten ze dat gelijk bij de centrale. Neem dan. Hier is het? Nee, Zwolle 2. Zwolle 2. Zwolle 2. Ja, je krijgt hem wel binnen, maar zonder locatie. Oké, dankjewel. Hoi, hoi. Is het opgelost? Hij is gevonden. Ja. En wat was er nou aan de hand? Waarschijnlijk, er zitten verschillende knoppen aan het apparaat. En die worden nog wel eens ingedrukt. Zonder dat je het merkt of je bukt of wat dan ook. Dus dit is zo'n situatie dat een loos alarm is, gelukkig. En is dat dan schrikken voor jullie? Altijd. Ieder alarm, zeker naar onze eigen mensen toe, is altijd schrikken. Altijd volop alertheid en zo snel mogelijk achterhalen wat er aan de hand is. Gelukkig. Het was maar een geldkoffertje dat was omgevallen. Dat is al genoeg om het alarm af te laten gaan. Moet je je voorstellen. De auto rijdt gewoon weer veilig naar huis. Ja,
Intussen zijn ook de scholen afgelopen. 3 miljoen kinderen gaan naar hun huis toe. De helft gaat dan als een zombie achter de computer zitten om te gamen of te chatten. De rest vertrekt gelijk weer naar buiten om te gaan hockeyen of te voetballen. Er zijn zelfs kinderen die nog korfballen. Anderen gaan gewoon lekker buiten spelen, zoals Per. Wat zijn jullie aan het doen? Kikkers zoeken. Kikkers? Ja. Heb je dat gevonden? Nee, ze zitten reten op de moeilijke plekken. Maar zijn er nog kikkervisjes of zijn het ook kikkers? Nee, grote kikkers. Heel veel. Wat doen jullie normaal naar school? Hockeyen. Ja. Sporten? Ja. Ja. Ik ben nu in Hoofddorp en het is 4:30. Alle scholen zijn uit. En de komende paar uur is eigenlijk maar de enige tijd dat kinderen helemaal niks hoeven te doen. Echt vrije tijd. Eerst moeten ze naar school, daarna moeten ze weer naar bed. Het is het enige moment op de dag dat je iets voor jezelf kan doen. Zo goed. Een boomhut bouwen bijvoorbeeld. Kan ik erin? Waarom gebruiken jullie eigenlijk geen hamers? Nou, dat mag niet van de gemeente. Dat mag niet van de gemeente? Nou, alleen moet de toestemming voor vragen. Maar wij doen het gewoon liever zonder spijkers. Ja. Als je spijkers inslaat, gaat de boom dood. En dat is niet zo goed voor de boom, toch? Maar hoe vaak kom je hier dan per? Minstens 4 keer in de week. 4 keer in de week? Ook even weg uit huis? Ja. Je zit zo lekker hoog en je kan gewoon doen wat je wilt in de boom. Vertel eens, je komt van school, wat ga je dan doen? Drinken en eten wat. En meestal heb ik met een vriendje afgesproken. Of ik heb training, dan blijf ik thuis en dan ja, ga ik trainen. Hoe vaak train je in de week? 4 keer en 1 wedstrijd. Wat is dat? Hé, dit moet dan hier tegenaan. En nu, wat gaan jullie nu doen? Nou, weten we eigenlijk niet. Heb je nog huiswerk? Ja. Nou, ik heb alleen mijn boekbespreking. Oh. Dat is het enige, maar... Boek maar... al gelezen? Voor de helft ongeveer. Het is alweer het eind van de middag. De boer ploegt nog een laatste keer zijn akker. Hij heeft geluk. Zijn boerderij staat vlakbij. De meeste mensen zijn wel langer onderweg. Weer verandert Nederland in een mierenhoop van mensen. Dit keer op weg naar huis. De file die loopt nu al tot de A9 op de A2, zie ik op de camera's. Opnieuw geklaag in de drukke treinen en op de drukke wegen. Maar vroeg of laat komt iedereen thuis. De avond begint. Terwijl deze meneer nog onderweg is, staat bij Per het eten al op tafel. Het toetje is opgegeten. En Per gaat zijn boek eens uitlezen. Vroeger was de avond een tijd om rustig wat voor je uit te staren. Toen ik klein was, sloten alle winkels al om 6 uur. Kan je je voorstellen? Tegenwoordig draait de machine Nederland ook 's avonds gewoon door. Iedereen trekt erop uit om dat geld dat ze overdag hebben verdiend weer uit te geven. En dan is het bedtijd. En dat kan je zien aan de kaart met de telefoongesprekken.
Langzaam dooft het licht in Nederland. Hier in Sleewijk zijn nog wat mensen aan het bellen. Misschien wel met hun vakantieliefde in Slowakije. En de volgende dag begint alles gewoon weer opnieuw. Water, elektriciteit, openbaar vervoer. Allemaal dingen die wij elke dag gebruiken. En waar we niet over nadenken omdat we het zo normaal vinden. Maar eigenlijk zijn het allemaal kleine wondertjes. Nederland. We vinden het leuk om erover te klagen. Maar eigenlijk wonen we in de best werkende machine ter wereld.